Hey, wat leuk dat je kijkt naar mijn tweede vlog. In mijn eerste vlog heb ik verteld wie ik ben en wat ik allemaal doe. Maar vandaag wil ik je meenemen om echt aan het werk te gaan op de boerderij. Ik sta namelijk voor het weidebedrijf van Eerst Farms. En vandaag gaan we beginnen met een heel mooi nieuw project. We gaan namelijk het oude krachtvoersysteem vervangen voor een nieuw systeem. Maar eerst wil ik je even vertellen wat het rantsoen van de koeien eigenlijk inhoudt. Dus kom maar even mee. Het voer van de koeien noemen we rantsoen. En het rantsoen kunnen we eigenlijk opdelen in twee gedeelten. Dat is ruwvoer en mengvoer. Nou, dat wat hier voor het voerrek ligt, is ruwvoer. Het ruwvoer bestaat altijd voornamelijk uit graskuil en maïskuil. En een boer die kan ervoor kiezen om een bijproduct toe te voegen. En dit bevat dan net wat meer energie of wat meer eiwit. En zoals je kan zien, alle koeien die in deze groep zitten, eten dus dit ruwvoer. Ze mogen zelf weten hoeveel ze ervan op. En het is een beetje te vergelijken met de drie vaste maaltijden die wij per dag eten. Maar naast ruwvoer hebben we ook nog mengvoer. En daarvoor gaan we eventjes de stal in. Naast onze drie vaste maaltijden eten we ook nog een tussendoortje. Een koekje bij de koffie of een handje chips avonds. Nou, dat extraatje voor koeien is dus eigenlijk mengvoer in de vorm van brokjes. In deze stal kunnen ze dat ophalen, hier in het krachtvoerstation. Maar in de weidestal, waar we vandaag aan het werk gaan, daar krijgen ze het mengvoer in de melkstal. In de weidestal krijgen alle koeien evenveel kilo mee. Nou, je kunt je voorstellen, kijk, die koe die veel meer melk geeft, die heeft ook wat meer brok nodig. Ze wordt namelijk gestimuleerd om dan melk te geven en blijft die been voldoende aan zichzelf denken. Maar die koe die toch wat minder melk geeft, ja, die wordt alleen maar vet van die extra brok. Dus hiermee, met het nieuwe systeem, gaan wij de genetische aanleg van de koe veel beter benutten. Dus kijk maar even mee vandaag wat we gaan doen. We zijn vooral vroeg al hard bezig om het oude krachtvoersysteem uit de melkstal te halen. Zoals je hier achter mij ziet, dat zijn alle oude bakken. Alle oude leidingen, kabels zijn eruit gehaald. En we zijn langzaam bezig, nadat we alles hebben schoongespoten, om het nieuwe systeem aan te brengen in de melkstal. Zoals je kan zien zijn we al een heel eind verder gekomen. Alle buisjes zijn aan de muur gemaakt en daarboven. En dat onder die blauwe kap zit het software systeem. En hiermee kan de individuele krachtvoergift worden bepaald. Zoals je ziet zit ik in de auto. Het is niet omdat ik geen zin meer heb om te werken hoor, maar we zijn nog hard opgeschoten vanochtend. We zijn met een gezellig team, dus de tijd vliegt en het werk ook. Ik ben net even bij de snackbar geweest. Lekker wat broodjes gehaktbal opgehaald. En dan kunnen we er vanmiddag weer helemaal tegenaan. Zoals je kan zien staan de koeien alweer in de melkhut. Dat betekent dat wij voor vandaag klaar zijn met klussen. We hebben veel gedaan, grote slag geslagen, maar we zijn nog lang niet klaar. En nu tijdens het melken geven we de koeien handmatig brok, even vanuit de emmer. Maar we hopen dat we met een dag of twee klaar zijn en dan kan het nieuwe systeem gaan draaien. We zijn vanaf vanochtend vroeg weer hard bezig in de melkstal om het krachtvoersysteem in orde te maken. De meeste elektriciteit is nou aangesloten door de installateurs. Dus het einde komt maar wel in zicht. We gaan kijken wat we vandaag nog kunnen betekenen voor de monteurs. Nou, hoewel we vandaag druk bezig zijn in de weidestal met het krachtvoersysteem, wordt er ondertussen gewoon nieuw leven geboren. Dus even kijken wat voor geslacht ons nieuwe baby heeft. Het is een meisje in een vaaskalf. Dus wij gaan de koe helpen en het kalf een biet geven. En het kan ook mooi opgroeien hier op de boerderij. Nou, het systeem draait na 2 maanden. Laat eens even vragen wat de bedrijfsleider van het nieuwe systeem vindt. Rob, wat vind je ervan? Het systeem is een hele verbetering ten opzichte van ons oude systeem. De individuele voedering komt het voer op de plek waar het moet wezen. Ik denk dat het voor de productie een grote plus zal betekenen in de toekomst. Nou, een positief geluid, dus we hopen dat we nog een heel aantal jaar met het nieuwe systeem kunnen draaien. Super!
Nou, ik hoop dat je een beetje hebt kunnen laten zien hoe een paar dagjes in het leven van een boerin eruit zien. Maar dit is echt nog lang niet alles. Dus wil jij graag weten waar je melk vandaan komt? Of ben jij een collega boer of boerin en wil je gewoon graag eens meekijken bij het melken bij een ander? Kijk dan de volgende keer weer, want dan neem ik je graag mee naar een ochtendje melken. En het is om 5 uur 's ochtends, dus je moet er op tijd bij wezen. Nou, tot dan. Joe.